In dit filmpje wil ik de belangrijkste klassieke stemvoeringsregels uitleggen aan de hand van voorbeelden. Deze regels zijn in de loop der eeuwen ontstaan om de wetmatigheden van een goed klinkend samenspel vorm te geven. Door te oefenen met deze regels, fouten te maken en deze samen met je docent te corrigeren, gaan ze ook echt voor je leven. Als je op een gegeven moment voor strijkers, blazers of zangers meerstemmige weefsels wilt maken, heb je daar profijt van, in wat voor stijl je ook schrijft. Verder zul je merken dat je gehoor verfijnder wordt, want het gaat om subtiele details. Ik heb de opgaven in Logic voorbereid. De stemmen hebben elk een verschillende sample en staan een beetje gepend, zodat ze individueel zo goed mogelijk te volgen zijn. Met de muis of met altpijltjes kun je de noten naar de juiste plaats verslepen, dus je hoeft niet echt piano te kunnen spelen. De bovenste stem is rood, die noemen we de sopraan. De alt zit daaronder en is blauw. De tenor is bruin en de bas is zwart. In de opgave mag je de basstem en de eerste noot van de sopraan niet veranderen. Met het bereik van de stemmen houden we in deze opgave nog even geen rekening. Je kunt overigens ook best in een programma als Sibelius of het gratis MuseScore werken. Je moet alleen de gegeven noten dan even invoeren. Doel van de klassieke stemvoering is de middenstemmen zo weinig mogelijk te laten bewegen, zo volledig mogelijk akkoorden te krijgen, leidtonen zoveel mogelijk te laten oplossen en octaaf- en kwintparallellen te vermijden. Daardoor wordt het rijk, zuiver en uitvoerbaar. De leidtonen en parallellen komen zo meteen aan bod. Dat die middenstemmen niet te veel moeten springen, wordt gelijk duidelijk als ik je vraag de blauwe of de bruine lijn in het volgende onevenwichtige bouwseltje even mee te zingen. De computer vindt het niet moeilijk, maar met menselijke stemmen wordt het onzeker en vals. Dan even de vocabulaire van de omkeringen. Dit is een C3-klank in grondligging. Als ik de onderste noot octaveer, komt de terts in de bas te liggen en ontstaat de zogenaamde sextligging. Als ik die terts ook omhoog breng, zit de kwint in de bas en spreken we van de kwartsextligging. De bastoon is hierbij bepalend voor de naam van de ligging. De verdeling van de noten over de octave daarboven heeft geen invloed op de naam. Bij vierklanken hebben we de grondligging, de kwint-sextligging, de terts-kwartligging en de secundeligging. Twee stemmen kunnen op verschillende manieren ten opzichte van elkaar bewegen. Gelijke beweging betekent dat beide stemmen samen stijgen of dalen, waarbij het interval niet per se gelijk hoeft te blijven. Als dat interval wel gelijk blijft, spreken we van een parallelle beweging. Haaks daarop staat de tegenbeweging. De stemmen bewegen dan in tegengestelde richting. De ervaring leert dat tegenbeweging in de stemvoering het sterkst is van alle bewegingsvormen. Tot slot is er nog de zogenaamde zijdelingse beweging. Eén stem blijft liggen, de ander stijgt of daalt. Reine kwint- en octaafparallellen zijn vooral storend in eenvoudige samenklanken. Door de versmelting gaat de individualiteit van de stemmen verloren. Luister maar eens hoe bloot en kaal parallelle reine kwinten klinken. Luister eens naar dit korte salsa-fragmentje waarin je op een gegeven moment in de blazers een kwintparallel hoort. In dat aflopende lijntje zit dit geluid. Ook storend is de zogenaamde bedekte parallel, een reine kwint tussen de buitenstemmen die in gelijke beweging bereikt wordt.
Dat valt misschien nu niet zo op als een groot probleem, maar als ik de middenstemmen even uitzet, hoor je dat die beide zangers in een heel kaal interval vallen. Als datzelfde interval in tegenbeweging bereikt wordt, is het opgelost. Vergelijk het maar. Dit is storend. En dit is niet storend. De kwint is een frequentie die in de boventonen van de grondtoon al enigszins aanwezig is en kan daarom, als de stemvoering daarom vraagt, worden weggelaten. In het voorbeeld wat je net hoorde bestond het eerste akkoord alleen uit grondtonen en een terts. We spreken dan van een onvolledig akkoord. Als je de regels goed toepast, ontstaat vanzelf een afwisseling van volledige en onvolledige akkoorden. Echter, het slotakkoord moet wel een kwint hebben, want aan het eind willen we de maximale complete klank horen. In dat opzicht is het vorige voorbeeld nog niet goed. Het voorlaatste akkoord is compleet vanwege de D in G7, terwijl in het C-akkoord de G ontbreekt. En dat brengt ons op het onderwerp van de leidtoon. Die leidtoon ligt nu in de tenor en moet in principe stijgend oplossen. Echter, als de leidtoon in een middenstem ligt, mag deze afspringen naar de kwint. Op die manier is het mogelijk om de laatste twee akkoorden beiden compleet te krijgen. Dan nog een paar wetenswaardigheden over de septiem. Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. De septiem moet dalen. De F van G7 hoort naar de terts van het C-akkoord te gaan. De C van D-7 zakt ook netjes naar de terts van G7. En verder zie je in dit voorbeeld dat de D van E-7 daalt naar de C. Die D voegt op zich niet zo heel veel toe, omdat C en E-minuur terts verwant zijn en er dus functioneel weinig gebeurt. Het probleem is alleen dat als ik die D verander in een E, er in de onderstemmen een octaafparallel ontstaat van C naar E mineur. Septiemen zijn overigens niet verplicht, ook niet bij tussendominanten. Bij de opgave is het de bedoeling dat als er expliciet een 7 bij het Romeinse cijfer staat, dat je er een septiem in stopt. Staat die 7 er niet, dan mag je dat zelf kiezen. Als je hem gebruikt, dan moet hij dus dalen. In grondliggingen van drie klanken verdubbel je in principe de grondtoon. Als je de allereerste opgave ziet staan, dan kun je dus in ieder geval bedenken dat je op de eerste trap een dubbele C nodig hebt, op A minuut twee A's, op F twee F'en en op de eerste G een dubbele G. Bij omkeringen van drie klanken wordt doorgaans uitgegaan van hoofdtoonverdubbeling. Daarmee bedoelen we de eerste, vierde en vijfde toon uit de toonsoort. En die ken je als de grondtonen van de heilige drie-eenheid tonica, subdominant en dominant. In de praktijk betekent dit dat je bij een akkoord in seksligging de grondtoon of de kwint verdubbelt. Bij het derde akkoord in dit voorbeeld is de hoofdtoon C verdubbeld, maar de hoofdtoon G had ook gekund. Drie klanken in kwartseksligging hebben vaak een doorgaande dan wel een voorhoudende functie. In alle gevallen moet je de bastoon verdubbelen en dat is de kwint van het akkoord. Het tweede akkoord in dit voorbeeld is slechts een bruggetje tussen de twee C-akkoorden en de constructie heeft een lekkere baslijn. Het 1/4-akkoord is eigenlijk een 5-akkoord met twee voorhoudingen. De 3 van G7 komt van bovenaf van de 4 en de 5 van G7 komt van de 6.
Als ik de stemvoering aan het eind een beetje omgooi, kan ik 6 ook naar 7 sturen. Verder zie je in dit voorbeeld nog prominente tegenbeweging in de buitenstemmen en een afspringende leidtoon om het slotakkoord volledig te maken. Samenvattend, grondtoonverdubbeling bij grondliggingen van 3 klanken, grondtoon of kwintverdubbeling bij seksligging en altijd kwintverdubbeling bij kwartseksliggingen. Veel succes bij de oefeningen!